Hallo en welkom bij Polsman op Trainstaf. Vandaag, niet deze nog een keer, maar toen ik hier vroeger doorheen aan het kijken was, was dit toch wel mijn favoriet. Met al zijn wagons in volledige lengte. Dit is de ICE 1 van Fleischmann en daar kon je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wagons tussen hangen en dan had je een goed lange trein. Ik ben dus ook wel benieuwd of dat dit hele ding getrokken kon worden door één motor. Als je me nu vraagt, ben ik heel benieuwd. Dus het wordt misschien maar eens tijd om dat uit te gaan vinden. Dat is de motorwagen en op dit zijn 8 van de 9 tussenwagons. Nu mis ik nog een aantal van de deze pinnen. Maar ik denk dat als ik daar wat tijd in steek, dat ik die wel uit de 3D print af kan krijgen. En anders zijn ze nog steeds verkrijgbaar. Maar dit is een ICE 1. En een oudje dus. En ik denk helemaal analoog. Ik heb nog niet gekeken. Deze is, heeft hier een motorwagen. Met aandrijving aan de achterkant en stroompick-up voorkant. En een dummywagen. Waarbij deze achterkant helemaal leeg is. Je kunt zien dat hier wel een pannenkoekmotor in zou kunnen, maar hij zit er duidelijk niet in. Dat betekent dus ook dat zo, hier een functiedecoder in gaat moeten voor de verlichting. Of ik zet hem gewoon op rood voorlopig. En deze moet digitaal worden. Ervan uitgaande dat het niet een FMZ versie is. En FMZ is dan weer het oude digitale systeem van Fleischmann wat ze geprobeerd hebben. Zo. Eens kijken. Er zit hier één schroef in. En ik hoop dat dat de enige is die ik nodig heb om hem open te maken. Al een tijd lang niet los geweest. Zo. Ik denk dat de neus nog apart los opgeklikt zit. En er lijkt hierachter ook nog iets te zitten. Maar ik zie zo geen schroef. Ik denk dat ik even op ga zoeken hoe ik deze precies open moet maken. Welke schroef ik nu nog meer mis? Eén moment. Hiervoor op de neus zat een aftrekklepje en daaronder zat ook nog een schroef. En daar gaat hij open. De binnenkant zit wat verkleuring. Dit is de stroompick-up via de pantograaf. Verder kan deze kap opzij. En hier heb ik, eens kijken, aan de onderkant zit een schroef. Daarmee kun je wisselen tussen stroompick-up van de wielen versus stroompick-up van de pantograaf. De verlichting zit hier voor en het zo te zien is het chassis een onderdeel van de stroomdoorvoer. Eens kijken. Het is in ieder geval de oude pannenkoekmotor. Die is volledig geïsoleerd. Ja,
betekent dat de koolborstels niet in verbinding staan met het frame, zoals je soms nog wel eens ziet. Deze blauwe draad hier gaat naar de stroompickup voor deze wielen. Die gaat boven, langs, achterlangs, tussendoor. Die komt op deze plaat terecht. Via deze verbinding komt die op deze plaat terecht. Hier, ik vermoed dat deze printplaat gebruikt werd door Fleischmann voor hun eigen digitale systeem. Hier komt in ieder geval de stroompickup, de stroom nu op. Die gaat via deze kabel, via deze ontstoorder, naar deze koolborstel aan de rechterkant. En de linkerkant zit via de zwarte kabel vast aan hier. En met deze schroef op het frame. En verder niet. En dan zou ik verwachten dat er deze kant mogelijk zit in het verbonden met het frame. Maar hier zit dan de stroompickup. Aan twee kanten. En een van de twee lijkt dan, ja, met een paar, ja, hoe noem je dat? Een paar contacten die hieronder zitten, komt dat op het frame terecht. Dat is heel moeilijk te zien. Lijkt me ook niet heel erg fijn werken, fijn rijden. Goed. Nu ben ik benieuwd of dat dit wiel in contact staat met het frame en of dat het vanuit het frame hier, vanuit dus het motorframe, er ook nog stroom doorvoerder wordt. Het lijkt me niet, maar dan moet ik even mijn meter zoeken. Mijn meter en ik wil de piepstand hebben. Is dit de piepstand? Dit is de piepstand. Goed. Deze schroef gaat eigenlijk niet. Maar dit wiel gaat prima. Ja, dat wiel staat niet in contact met het frame, lijkt het. Er lijkt wel wat stroom te lopen. En het wiel met de tandwielen. Daar is wel een verbinding mee. Maar dan met het frame, dat had ik niet verwacht. Nou, dat is precies degene die ik door wilde meten. Ja, het frame, tandwiel, zit op een of andere manier verbonden met het frame. Goed om te weten. Dat betekent dat ik dus 1, 2, 3 wielen heb voor de stroompickup aan de ene kant en 3 wielen aan de andere kant. Dan rest mij alleen nog de check als ik dit los zou solderen. Nee, ik kan eigenlijk zo wel zien dat de koolborstels helemaal geïsoleerd zijn. Dat betekent dat ik de motor kan ik makkelijk aan een decoder hangen. De verlichting. Oh, kijk. De stroompickup hier gebeurt via contacten die hier aan de onderkant tegen deze printplaat aankomen en ik ben toch heel benieuwd als ik deze printplaat eraf haal wat ik ga vinden. Deze dus. Die twee zitten hier tegen deze vlakken aan en zo wordt dus de spanning, de stroom, opgepikt via de rails en komt die op de printplaat uit. Dat betekent dat voor deze twee het frame niet gebruikt wordt. Dat betekent dat de verlichting wel het frame gebruikt. Via deze kabel wordt die aangestuurd. Waarschijnlijk zit hier een diode onder, zoals bij de NS. Bij de sprinters zit hier diode plaatjes eigenlijk tussen. Die zorgen ervoor dat de juiste verlichting gaat branden. Nou, dat is makkelijk te regelen met een beetje soldeerwerk en twee kabels hier naar boven toe geleiden. En dan heb je hier
de verlichting die je individueel aan kunt sturen, maar dan stuur je hem aan. Zo, kom er eens in. Dan ga je zeggen dat je in plaats van de blauwe positief, zeg je laat de stroom maar gewoon vloeien via het frame en via welke wielen daar ook op zitten. En effectief betekent dat dan de verlichting niet de 100% van de tijd brandt. En het is iets minder net, maar wel veel makkelijker dan een losse verbinding maken met de blauwe terugvoer, met de blauwe gemeenschappelijke pluspol. De buitenkant hier is van een soort zacht plastic gemaakt. Dat betekent dat je vrij gemakkelijk kunt vervormen. En met dat vervormen komt dus de motor los uit de trein. Ik ga hem ook los solderen. Dat zal dan uiteindelijk toch een keer moeten. Als mijn soldeerbout nog warm is. Als de motor los is, dan kan het frame, het witte frame er ook af. Dan kan ik ook weer beter bij de verlichting. Ben ik van overtuigd. Eén. Twee. Ik heb alleen de motor, het onderstel hier aan de onderkant losgemaakt en die moet ik nog even terug op zijn plek krijgen. Dat was niet de route. Alles is goed geolied. Deze kan ook los. Zo. Hier achter nog geklemd. Oh ja, maar dat zit helemaal vast ook aan het kortkoppelmechanisme. Dan doen we het even zo. En dan gaat gewoon deze hele onderkant opzij. Samen met dit. Ergens is een rood lampje terechtgekomen. Hier. Die ga ik sowieso vervangen voor LED's dadelijk. Want gloeilampen zijn leuk, maar als je digitaal gaat rijden en ze staan de hele tijd aan, dan moet je echt heel zeker van zijn dat jouw behuizing dat aan kan. En we hebben tegenwoordig goedkope goede LED-verlichting. En met goedkope goede LED-verlichting maakt het eigenlijk niet meer zo uit. Zo. Dus wat ik eigenlijk net gedaan heb, is dit ingedrukt, omdat deze hele buitenste omhulsing is vrij flexibel. En daarmee haal ik hem uit de trein gehaald. Dan heb ik hier alle relevante onderdelen. Mijn motor, het frame waar ik de stroom vanaf kan halen. De verlichting die ik ga aanpassen. Ik heb mijn gebruikelijke LED's gebruikt. Dat zijn deze kleine. De draden heb ik deze omheen gedaan. Heatshrink, isolatie. En ik heb even alles omgebogen, dus alles steekt hier nu even uit. Er moeten nog weerstanden hierop en even kijken of dat de polariteit klopt. Maar in principe ben ik zo al aan het eind. Dit is de oude afdekplaat. Die ga ik alleen nog maar gebruiken om dingen op zijn plek te houden. Ook voor de schroef die erin moet. Maar verder niet voor de stroomtoevoer. Dus deze kabel hier, die gaat ook af. Misschien dat ik nog wat hierop vastzet, maar ik denk het niet. Hop. En ik ga dit kabelharnas gebruiken voor de decoder. Aangezien hier de kap verder dicht is, je er nog niet echt in kunt kijken,
Behalve de voorkant, maar daar zit al een cabine. Gebruik ik dit, zodat ik makkelijk een decoder kan wisselen in plaats van dat ik hem vast soldeer. Ook omdat ik nog niet weet welke decoder het gaat worden. Ik zal ook even moeten kijken. Ik denk dat ik nog gewone ASUS standaards heb. Maar misschien niet. En op die manier hoef ik daar in ieder geval nu niet te lang over na te denken. Wat de motor betreft. Het loopwerk. Hier aan de onderkant zit een pin. Wat ik al vermoedde, die ervoor zorgt dat een deel van de stroompickup via het chassis verloopt. Daar ga ik een draad op vastmaken. Want ik geloof het wel dat het chassis dat contact maakt op een of andere manier. Ik vind het fijner als er gewoon direct een kabel op zit. En met die kabel kan ik dan recht aan mijn decoder hangen. En dan ben ik niet afhankelijk van een chassis dat misschien wel of misschien geen contact maakt. Zo. Nou, dit is de flexibele buitenkant waarmee die dadelijk vast zit in de kap. En zo komt die dus langzaam uit elkaar. De motor is niet heel schoon. Wellicht dat ik die nog even ga ontvetten. Ga ik even over kijken. Ik ga zeker de tandwielen even nalopen. Of die een beetje goed zijn. Er zit wat smeermiddel op, maar niet heel veel. En ik heb het idee dat er ergens een braampje of zo zit. Ik voel me af en toe een beetje klemmen. Nou ja, dat zijn allemaal kleine dingetjes die zijn zo opgelost. Of het geheel ziet er verder goed uit. Maar eerst hier de onderkant een kabel op solderen. En daarvoor wil ik hem er eigenlijk uithalen. En ik hoop dat ik hier. Dan heb ik hier niet een haak ergens. Dan kan ik eronder. Is het makkelijker om eruit te halen. Ah, hier is mijn haak. Kijk. Zo. Even goed schoongemaakt worden. Als ik een klein kabeltje heb, een klein draadje, dan ben ik al heel blij. Als het een dikke draad is, dan ben ik iets minder gelukkig. Maar ik hoop. Ja, die is te kort. Dat ik hier in mijn rommelbak nog iets heb liggen. Blauw is eigenlijk niet de kleur die ik wil, maar. Qua lengte wel mooi. En dun genoeg. Dus dat zal allemaal moeten worden. Ik vind dat een best mooie soldering. Ik wil hem via deze kant laten lopen. Ja. Hij is afgekoeld genoeg. Dat ik hem nog goed op zijn plek ga krijgen. Ik vind dat dit eigenlijk prima is zo. En dan wil ik hem hieronder langs laten gaan. Zo. De andere stroompikker zit daar. Het zou leuk zijn als ik daar wel een goede kleur voor heb. Dadelijk is het. Even kijken. Ik heb hier een papiertje hangen. Zwart en rood. Wat ik gebruik. Als ik hier nou een rode voor heb. Dan heb ik in ieder geval een goed begin. Is rood eigenlijk wel een goede. Ach, dat maakt niet uit. Want het is DCC. En een rode. Welke kant gaat eigenlijk voorzichtig? Hier zit het. Geen idee welke kant de voorkant is. De motor zit in ieder geval hier aan de achterkant.
zo in zitten. Ja. Oké. Dat is inderdaad aan deze kant te monteren, logisch. Ik laat de ontstoor spoelen en alles opzitten. Dat is ontstoor spoelen zijn met name een uitdaging bij het lezen van het signaal van het spoor. Maar ja, dit is naar de motor toe. Dus naar de motor toe kan ik ze gewoon ontstoord laten aangezien. Daar zit misschien wel wat regeling op. Om de motor harder en zachter te laten lopen, wordt het signaal telkens een bepaalde deel van de tijd onderbroken. Pulse width modulation, zoals dat heet. En die spoelen zorgen er hooguit voor dat dan de motor... als je dat niet zou doen, heb je kans dat die gaat huilen of piepen. Of omdat die mee gaat resoneren met de... Oh, ik ben vergeten mijn ding op stil te zetten. Als je die ontstoorders afhaalt en ja, de aansturing van de decoder op de motor gaat zeg een derde van de tijd geen stroom geven, twee derde van de tijd wel, dan kan het zijn dat hij mee gaat resoneren omdat hij dus een vrij blokkerig signaal krijgt. Deze ontspoorders zorgen ervoor dat wat minder blokkerig wordt, wat vloeiender wordt. En daardoor zal ook je motor minder snel meegaan zingen, meegaan geluid gaan maken. En ik heb hier een paar modellen waarbij dit er niet op zit. Waarbij ik inderdaad heb dat ik de frequentie van aansturing van de motor heb aangepast. Omdat die anders te veel geluid gaat maken. Maar goed, stroompickup zit erop. Deze gaan hier doorheen. Even... het smeer van mijn handen halen voordat het dadelijk op het mooie witte zit van deze lop. Want de volgende stap is de motor aansluiten. En daarop is de oranje is de rechterzijde, grijs is de linkerzijde. Nou ja, wat is rechts en links hier? De bedoeling is wel dat hij vooruit gaat rijden, als ik in de decoder zeg, rij vooruit. Het is straks makkelijk, zeker met dit harnas, om deze kabels los te halen mocht het nodig zijn. Dus ik doe nu een gok. En straks als ik hem ga laten rijden en het blijkt dat ik verkeerd gegokt heb, dan wissel ik de kabels gewoon om. Ik heb dit al een paar keer uitgezocht wat nu vooruit, wat nu achteruit, wat nu links en rechts is. En ik meen me te herinneren, maar ik zou het eigenlijk op moeten zoeken en daar heb ik geen zin in. Dat het gewoon is als de lok voor je neus staat en hij rijdt vooruit wat, en het schild staat naar je toe. Rechterzijde is rechts, is oranje. Nou, dus laat ik dat maar even aanhouden. Dan kan ik aan het einde vertellen hoe verkeerd ik dat gezien heb of onthouden heb. Dus wat zei ik net, rechterzijde is oranje, dan gaan we de rechterzijde voorzien van een oranje draad. En ik vind dat dit de linker is. Ja, dat is ook de linker koolborstel. Dus. Zo.
En nu ga ik even vals spelen. Eigenlijk wil ik gewoon nu weten. Heb ik hem goed aangesloten of niet? Dus, aangezien ik hier dit harnas nog heb. Ik ga hem gewoon aan de centrale hangen. Daarvoor heb ik dit handige verlengstukje. Standaard zal een decoder op kanaal 3 staan als je uit de verpakking komt. Dus ik ga hem ook niet programmeren. Ik zeg gewoon even dat deze kabels een beetje getint zijn. Ik sluit hem gewoon aan. En ik zeg daarna, er zit een decoder op de adres 3, rij vooruit en dan hoop ik dat deze motor die kant op gaat rijden. Deze hier aan en deze hier aan. En wel nog gewoon een mooie 5 hier in de verpakking zelfs. Hier zit grijs. En zo zit grijs op grijs. Hoppa. Zo. Dat was vooruit. Dus inderdaad. Zo. Bij deze pannenkoek. Als deze voor je neus staat, de pannenkoek naar je toe. Oranje is rechts, is hier ook rechts. Grijs is links, is hier ook links. En ik zet hem op vooruit en hij ging vooruit. Ik ben blij. Dan kan dadelijk dit harnas hier opgezet worden. Die ga ik hier ergens monteren. Zodat hij op zijn plek blijft. En ik er makkelijk een decoder kan wisselen. Dan kan ik nu gaan kijken naar de verlichting. Ik heb hier alle kabels van de verlichting. Hier zitten de, zo, hier zitten de LED's. Die nog een beetje recht moet buigen, vind ik. Een beetje recht moet zetten. Maar dat komt zo. Daar zitten de blauwe. Is de pluspol. Die heb ik hier. Geel is de rode. Wit is de witte. Aan de blauwe gaan weerstanden voordat ze aan de blauwe kabel gaan die hier ligt. Zo. En daarna is het geel naar geel, wit naar wit. En dan doet de verlichting het. Meestal. Vaak zet ik de weerstanden heel dicht tegen de leds aan. Had ik ze nu, als ik het gewild had, hier onderin zo gesoldeerd. Onderaan hier, maar ik hebben ervoor gekozen om hier gewoon lekker de ruimte te houden. Ik moet nog heel even de draden een beetje wegwerken, dat het onderstel goed kan draaien. Hier komt straks toch een kapje op. En dan hoop ik dat het kapje niet vastklikt op het metalen frame. Even kijken. Dat kapje klikt vast op het metalen frame, dus ik zal nog even wat draden uit de weg moeten werken. Maar dit geeft mij hier alle ruimte voor de weerstanden. Zodat ik hier alleen maar te werken heb met wat losse kabeltjes met heat shrink daaromheen. Maar dit gaat wel goed komen. Dan is het een kwestie van weerstanden erop. En kijken hoe die het doet. Want in feite is dan het meeste werk voor deze lok alweer klaar. Twee weerstanden zitten erop. Uit mijn hoofd 820 ohm. Die gebruik ik meestal. En daarmee is het vaak fel genoeg. Ik zal het ook echt moeten laten bij uit mijn hoofd. Ik heb, ja, 820. Ik heb geen zin om de bandjes, de banden te lezen. Daar ben ik niet zo heel goed in. Als je iemand wil zien die daar wel heel goed in is, kijk naar Big Clive, die heeft geen papiertje nodig om ze op te zoeken. Die doet dat ook voor zijn werk.
Ik weet vaak niet eens aan welke kant ik moet beginnen met lezen. Dus het is makkelijker zo om even op te zoeken wat er op het papiertje staat waar ik ze vandaan heb gehaald. Deze weerstanden gaan in ieder geval aan elkaar. Zo, want die gaan toch gezamenlijk aan een kabel. Dan kunnen de krimpkousjes eroverheen. Herriebak erbij. Gezamenlijke pluspolder aan. Ik begin al ergens op te lijken. Kan ik straks weer lol hebben met al het vallend gereedschap eruit monteren dat het niet zo hard klinkt op jullie microfoon. Jullie microfoon op jullie speaker. Maar denk maar niet dat ik al die andere versieringen eruit ga halen. Dan ben ik veel te veel tijd kwijt. Met alles opnieuw opnemen. Het moet wel leuk blijven. Voor mij dan. Groen voor een later project. Wit naar wit, geel naar geel. Ja, het was netter geweest als deze hele gele draad, deze hele witte draad in één keer doorliepen van deze bracket helemaal naar de LED. Maar weet je, dan wordt het helemaal een gepiel. Dan loop ik te solderen in de kap, hier in die witte kap van de locomotief. Met allemaal plastic. Ik zet er wel gewoon een knip in. En doe hem in twee keer. Kans op ongelukken is dan veel kleiner. En voor de... Ja, het ziet er mooier uit als je het in één keer doet. Helemaal waar. Maar daar zie je niks van als die kap erop zit. En voor de functionaliteit, voor het rijden, zo, maakt het ook niet uit. Aangezien we hier werken met hele kleine vermogens. De maximum vermogen van deze hele decoder is, nou, halve watt. Dan maakt dit echt geen verschil. Het maakt niet uit.
Op het moment dat hier kerstverlichting aanhangt en we hebben het over een paar duizend lampjes en we hebben het over 200 watt op 5 volt, ja, dan wil je dit niet. Maar ja, ik denk dat als je zoiets maakt, dat je sowieso even na moet denken wat je aan het doen bent. Wat een lelijke soldeer. Ik ga nog eventjes alle kabeltjes vastzetten met wat tape. Dat maakt het dichtmaken van die kap zoveel makkelijker als we niet continu draden proberen naar buiten te piepen. Mijn decoder wil ik ook nog vastzetten. Oh, kijk, ze hebben andere kleuren gekozen voor de battery packs. Dat is een goed idee. Voorheen waren de battery packs blauw en zwart. Wat dus overeenkomt met de gezamenlijke pluspool en pick-up van het spoor. Dat heeft mij nooit een briljant idee geleken. Ja, ik ga hem deze even op zijn plek houden en eens kijken hoe erg het gesteld is met deze stroompick-up. Vrees het ergste, maar ik hoop natuurlijk dat hij over de baan heen glijdt, omdat mijn spoor zo fantastisch mooi schoon is. Met het op het spoor zetten hoor ik een heleboel gezoem. En bij nadere inspectie zie ik deze verbinding hier. Dat betekent dat er stroom vanaf het spoor via deze schroef op deze koolborstel terechtkomt. En dat betekent, een boel gezoom is niet goed. Dit betekent dat de koolborstel, in tegenstelling tot wat ik dacht, niet goed geïsoleerd is. Dus ik zal deze, ofwel deze verbinding moeten zien te doorknippen. Dat is misschien nog wel het makkelijkste. En anders deze schroef isoleren. Ja, deze loopt helemaal door, ook naar deze rode. Kijken of doorknippen werkt. Ja, er zat inderdaad hier nog een kleine verbinding. Die is er nu uit. En nu heb ik in ieder geval niet meer dat rare geluid. Dan ga ik het nog een keer proberen op de baan.
rondje motor smeren, rondje wielen polijsten. Het is niet perfect, maar het is al beter. Ik denk dat ik dit nog wel op kan lossen met een battery pack. Omdat die hele kleine stukjes af en toe hapert. Maar dit is hoopvol. Ik ben nu benieuwd, als ik de kap erop zet, hoe de verlichting eruit gaat komen. Ik heb een nachtje nagedacht over eventueel een powerpack. Maar nee, ik hoop dat het gewicht van de trein en de inertie die dat met zich meebrengt, dus de snelheid maal het gewicht, dat het genoeg is om deze trein door zijn haperingen heen te trekken. En ik zal nog een paar keer kijken naar de wielen of ik die wat kan verbeteren. En anders dan wordt het proberen. Ja, het mooiste is natuurlijk om nog een motorwagen te hebben aan de achterkant. Twee motorwagens, dan is de kans op haperingen ook veel kleiner. En anders wordt het kijken naar stoompickups via de rails of via de volgende wagon, wat ook lastig is. Maar de verlichting doet het. Er zit nog wel een rateltje in wat ik probeer eruit te krijgen. De smeer zit nog niet overal. Maar ik hoop dat met de kap erop wat minder is. Ik ben nog wel bezorgd over de hoeveelheid licht die hier van die led afkomt. Of dat niet dwars door de witte kap heen komt. Waarschijnlijk wel. Als dat zo is, dan zal ik de weerstand aanpassen dat die wat... Dat hij wat sterker, een hogere weerstand erop, zodat hij minder doorschijnt. Nou, het is nu gegaan van een rammeltje naar een piepje. Laat maar even lekker lopen, kijken wat er gebeurt. Maar de ombouw is op zich gelukt. Dus daar ben ik al tevreden mee. Na de motorwielen, de aangedreven wielen nog eens een keer goed schoon te maken hebben en hem met wat snelheid te laten lopen, doet hij het best aardig. Ik denk dat ik het hier ook bij laat voor deze week en dat ik volgende keer de andere dummy motorwagen doe. Zo, en daar zit nog een klein probleempje in mijn baan. Zodat ik volgende keer ook de hele trein op de baan heb staan. Ik mis nog wel een paar koppelingen. Misschien heb ik die dan ook tegen de tijd.